Ik ben Luc Koosik, dijkgraaf Hollands Noorderkwartier, ook voorzitter van de STOA. En we zijn hier in Burgerzoo op de 15e kennisdag. Als je even terugdenkt naar 15 jaar geleden, dan denk ik, ja, waren we begin 2000, dan hebben we toch een aanzienlijke hoeveelheid meer kennis en professionaliteit met elkaar gewonnen. En het is altijd weer een genoegen om in deze locatie over de veiligheid van onze dijken, maar specifiek over het beheer en onderhoud van onze dijken, te spreken. En dat wel met een mooie titel natuurlijk, die we hier net zagen, vakmanschap altijd bewegen. Kennis doe je op door iets te ervaren. Maar waar je andere mensen mee kan helpen, is door jouw kennis en ervaring mee te delen en anderen uit te nodigen om eventueel dezelfde ervaring mee te maken of juist te voorkomen. En vandaag, als je ziet, 300 mensen, heel actief, nauw bij betrokken bij waterveiligheid. En hoe hou ik die dijk nou veilig? Nou, en er zijn tig onderwerpen. En dan ben ik ook erg blij dat van alle kanten die ervaringen eigenlijk bij elkaar komen. Voor de koffie nog drie korte pitches over de masterclasses. En de eerste masterclass is handreiking, risicogestuurd beheer en onderhoud. Er zijn drie masterclasses, die zijn aan het eind van de ochtend. En vanmiddag een aantal workshops. Een van die masterclasses was professionalisering van de dijkwacht. En die hebben dit mooie boekje. Ik zou bijna zeggen het rode boekje van vroeger. En dit is ons rode boekje. Ja, hier staat toch in wat en hoe wij het beste kunnen waarnemen als dijkwacht. Het moet natuurlijk herkenbaar zijn als je op die dijk loopt. Dat mag duidelijk zijn. En dat is weer het mooie van het vastleggen van zo'n boekje. Dat je toch die 7 jaar ervaringskennis die ze hebben geprobeerd bij elkaar te brengen, dat dat op deze manier gedeeld kan worden en geoefend kan worden. Vakmanschap in beweging, dat heeft toch zoiets als zorgen dat je het elke dag beter doet, elke dag leert, maar niet vergeet wat je al geleerd hebt.